Rotterdam is sterk en veerkrachtig. We zijn in staat om klappen op te vangen, omdat onze economie steeds diverser is. Zo zijn we al een tijdje niet meer alleen afhankelijk van de haven. Die veerkracht komt onder andere door de komst van nieuwe innovatieve bedrijven die zich graag hier vestigen. Zij zorgen voor werk en voor een duurzame stad. Maar we moeten scherp blijven. Corona hakt erin. Ondernemers hebben het nog altijd zwaar, zeker in het midden- en kleinbedrijf. En door de pandemie staat de aantrekkingskracht van de stad onder druk. Hoe zorgen we ervoor dat ondernemers weer ruimte krijgen en dat onze stad weer een magneet wordt voor bezoekers en bedrijven? We werken hard aan onze winkelgebieden. We pakken leegstand aan en we geven panden een nieuwe bestemming. Zo worden het weer bruisende ontmoetingsplekken waar je kunt winkelen, waar je een terrasje kunt pakken of naar een theatervoorstelling kunt gaan. We koesteren onze ondernemers en ondersteunen ze waar mogelijk. Via het ondernemersplatform Ondernemen 010 en het coronaloket. We vergeten niet dat Rotterdam van oudsher een werkstad is. We creëren ruimte voor nieuwe bedrijven. Bedrijven in de maakindustrie, zoals in de Spaanse polder. En jonge, innovatieve bedrijven. Zij helpen de stad duurzaam en circulair te maken. En zorgen voor werk in de stad en in de wijk. Hier in het Merwe Vierhavengebied komt een hele nieuwe mix van wonen en werken. Van de havenbedrijven die Rotterdam groot maken en hebben gemaakt, tot de innovatieve start-ups die de economie vernieuwen. Hier komt oud en nieuw Rotterdam samen. Rotterdam barst van de kansen om uit deze crisis te komen. Als we die pakken, dan ziet de toekomst er mooi uit. Een moderne werkstad met dat vertrouwde rauwe randje, waar het goed toeven is, op zijn Rotterdams.